Ik heb een afspraak. Lukt het wel een kaartje meneer Warske? Ja, het lukt helemaal. Nou, de handtekening, dat is het moment suprême. Daarmee is het ook echt. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Dus ik ben nu belastingplichtig in Gorinchem. Ja. Wilt u dat even goed onthouden? Kijk, als je gaat verhuizen, dan weet je dat het moment van inschrijven komt een keer. Maar ik geef toe dat als je als burgemeester gaat verhuizen, heeft het wel iets meer dan alleen maar een praktische betekenis. Heeft het ook wel iets symbolisch. Nou zeg. Bloemetje. Nou, geweldig. Ik ben helemaal vereerd. Ja, want het huis is één grote chaos. Dan kan een bloemetje alleen maar... De feestvreugde vergroten. Ik kijk wel uit naar het moment waarop het allemaal een beetje op zijn plaats is terechtgekomen. En ik klaar ben met de dingen die een burgemeester in zijn vrije tijd wel doet. Maar ik heb toch liever dat ik aan het besturen sla. En de verfkwast weer aan de kant kan leggen. Ik hoop dat het goed naar de zin heeft. Dat hoop ik ook. En ja, dat hoop ik ook. Voelt u zich al een beetje thuis in Gorinchem? Ja hoor, prima. Ik bedoel, ik ben hier natuurlijk wel eens wat vaker geweest de afgelopen maanden. Maar... Ik heb al wat contact gehad met de buren, dus dat voelde goed.